De sit-down-actie van de Bond Werknemersorganisatie Openbare Werken, WOW, is met een week verlengd. De actie wordt enigszins aangepast. Vanaf de volgende week stoppen de leden om 12 uur met werken in plaats van 11 uur. Bondsvoorzitter Michael Salons geeft aan dat de Bond en haar leden minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken nog een week geven om aan hun eisen te voldoen. We brengen u een deel van het wensenpakket dat de Bond aan de minister heeft voorgelegd. De leden eisen van u 1. Om binnen 1 week, oftewel 7 dagen na heden, de commissie terugstraffen benoemd op 28 juli 2050 te bemannen met uw leden, terwijl de leden van de Bond behouden blijven. Uw leden moeten afkomstig zijn van de afdelingen juridische zaken en HRM of personeelszaken. In eerdere schrijven en ontmoetingen met het bestuur van de WOW heeft de WOW u reeds gevraagd deze commissie in te vullen en te heractiveren, waaraan u geen gevolg heeft gegeven. 2. Dat alle ontslagen, schorsingen en stopzettingen van salarissen van werknemers die door de WOW aan u zijn doorgegeven, met onmiddellijke ingang teruggedraaid worden en vervolgens voor te leggen aan de commissie te straffen voor het onderzoeken of deze wel rechtmatig waren opgelegd. 3. Dat het ministerie binnen een maand na heden overgaat tot het herwaarderen van alle functies en zich houdt aan de taakomschrijvingen opgemaakt door het ministerie van BISA, waaronder de CSFE. We moeten gaan voor herwaardering van alle functies binnen openbare werken. En dat doet ik in een pakket mee. En voor normaal ben volgens BISO, brada, met eigen minister, dan moet ik in BISO, lijkt van alle andere organisaties moet in BISO. Bondsvoorzitter Michael Salons, de vorige week donderdag, tijdens de protestvergadering van de bondwerknemersorganisatie Openbare Werken. De bond komt naar eigen zeggen op voor misstanden die zouden plaatsvinden op het ministerie.